Ja, echt bizar. Mooie tijd voor op TIAF. Ik had niet verwacht dat dit ooit gereden zou worden op TIAF eigenlijk. Ja, peer. Eindelijk. Voelde heel fijn. Ik moest eerst even goed kijken, want ik kon niet zo goed zien. Maar toen zag ik 385 staan, toen was ik wel heel blij. Ja. Dit had ik vorig jaar niet durven dromen, dat daar zo iedereen een schuit op komt. It's always great to be here in TIAF. I really wanted that one. I've been feeling really strong in training and really, really pleased with that win. Ik had een mooie voorsprong op de tweede en derde plek. Dus dat zegt ook wat over mijn vorm gelukkig. En daar ben ik gewoon blij mee dat dat op dit moment zo goed gaat. Nu wil ik nog harder, want dit is de derde plek. Maar ik hoop dat er nog meer in zit. One down, two races to go. In Calgary, volgens mij is dat 6 jaar geleden, ben ik een keer tweede geweest en een keer derde. En ja, dat ik hem zoveel jaar later een keer eindelijk pak, dat is wel heel mooi.